FIFA 22 zit erop, FIFA 23 gaat beginnen. Ik heb genoten van dit jaar. Ik heb heel veel leuke video's gemaakt. Ik ben heel erg blij met de video's die ik heb gemaakt. En ook hoe de video's zijn ontvangen. Dus hartelijk dank daarvoor. Dit wordt het laatste jaar dat ik FIFA video's ga maken. Want na dit jaar gaat het geen FIFA meer heten, maar anders. Dus gaan we daar video's van maken. Haha, ik heb jullie te pakken, hè? Scherp blijven, jongens. Ach man, houd toch je bek. Blauw duimpje zit op. Zijn vergeet niet om te abonneren hier op mijn kanaal FC Roelie. Waar dus volgend jaar ook weer heel veel leuke video's van gaan komen. Ik ga nog wel een paar career mode video's maken. De komende maanden komen ook weer NBA video's aan. Dus daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Maar voor nu gaan wij reageren op alles wat nieuw is in FUT. We hebben hier de FIFA 23 trailer. Die is al eventjes uit. En ik zou normaal gesproken daar niet op reageren. Maar toen zag ik dat iedereen vragen had over het nieuwe teamgeest systeem dat in FUT zit. En toen dacht ik, zo moeilijk is het niet. Laat ik met mijn ongelooflijke kennis, met mijn gochme, het aan jullie uitleggen. Wat een ontzettende zelf ingenomen kwal is dat, zeg. We gaan hier naar de trailer kijken. Ik zal er een beetje snel doorheen gaan, want niet alles is even relevant. Maar er zitten wel een aantal leuke nieuwe dingen bij. Het eerste wat nieuw is, zijn de moments. Kijk eens, je ziet hier munten, je ziet hier FIFA-punten, die je natuurlijk in FIFA 23 ook weer kan halen bij ikwiltegoed.nl. Oh, de website van Koen, Robbie, Mattie en mij, waar jij te goed kan halen. Voor je telefoon, voor je PlayStation, voor je Xbox, voor alles. Ikwiltegoed.nl. Het is misschien leuk om te vertellen dat EA eigenlijk alles wel met een bepaalde gedachte doet. En dat doen ze vaak op basis van data. Als zij zien dat iets niet werkt in de game, gaan ze het meestal het jaar daarna aanpassen. Volgens mij zijn squad battles nu ook korter. Squad battle potjes worden korter, omdat zij gewoon zagen, buiten icon swaps en andere doelstellingen wordt squad battles niet gespeeld. Dus moeten we het aanpassen. En eindelijk worden die potjes korter. Dat heb ik gelezen tenminste. En ook doelstellingen zouden waarschijnlijk niet zo heel erg populair zijn. Dus hebben ze het een kleine twist gegeven. Je ziet hier deze sterretjes en die kan je vrijspelen door middel van moments. Een soort nieuwe doelstellingen. Die sterren kan je waarschijnlijk gebruiken voor SBC's, pakketjes, een nieuwe valuta in de game. Moments doet mij denken aan iets dat al 12 jaar geleden in een game zat over de Champions League die ik speelde op de Gamecube. Daar hoefde je niet een hele wedstrijd te spelen, maar kon je ook een situatie naspelen. Je speelde in de halve finale van de Champions League. Het was de 80ste minuut. Je stond 2-1 achter. Je moest scoren om een verlenging uit te halen en dan moest je scoren om te winnen. En dat kon je dus doen vanaf de 80ste minuut. En nu heeft EA geniaal dat niet bedacht, maar ook toegevoegd aan de game. Dit is de Foundations, dus dat zijn hele makkelijke doelstellingen. Paas de bal naar je teamgenoten zonder dat je de bal kwijtraakt. Als je dat 10 keer doet, krijg je een ster. Dit zijn de voorwaarden van de game. Niveau is amateur, je speelt tegen een slecht team. Dit is hoe het werkt allemaal. Het zal op een gegeven moment wat lastiger worden. Ze hebben ook toegevoegd dat je bepaalde thema's kan hebben. Zoals hier de carrière van Mbappé. Hij begon natuurlijk bij AS Monaco. En op 2 december 2015, 2 maanden nadat hij bij het eerste team zit, valt hij in tegen Kaan in de 88ste minuut en scoort hij de gelijkmaker. Dus het is de 88ste minuut, jij bent Mbappé, je speelt bij Monaco tegen Kaan, je wordt in die wedstrijd gedropt en je moet de gelijkmaker scoren. En dan krijg jij een ster, dan krijg je nog eens extra sterren op het moment dat je de hele groep compleet hebt. Een leuke nieuwe toevoeging in de game. En ik hoop ook dat ze wat meer hierop gaan leunen in plaats van doelstellingen online doen. Ook al ging dat vaak snel, want mensen deden op een gegeven moment gewoon golden goal. Ik denk dat EA ook wel zag dat dat niet werkt en hebben ze dus dit verzonnen. Volgende puntje, de nieuwe chemistry system. Je ziet hier de diamantjes van spelers en de lijntjes zijn weg. Wat heel erg belangrijk is, is dit bakkie. Dit bakkie met alle voorwaarden. Elke speler kan 3 diamantjes, 3 ruitjes, laten we het vanaf nu diamantjes noemen, krijgen. En op het moment dat zij die diamantjes krijgen, hebben zij hun maximale boost te pakken. Als zij geen diamantjes hebben of een uitroeptekentje wat hier staat, hebben ze geen boost. Maar dat is het grote verschil ten opzichte van FIFA 22. Ze krijgen ook geen negatieve boost. Ze krijgen geen straf. Laten we Futbin eventjes erbij pakken als voorbeeldje voor hoe het nu is. Dit is de nieuwe Dybala-kaart. Dit zijn zijn statistieken. Op het moment dat hij 0 teamgeest heeft met een basis teamgeeststijl, krijgt hij overal min 12 op. En is hij dus slechter dan wat er op die kaart staat. En dit is waarom mensen altijd proberen 100 teamgeest te krijgen op een team. Want als hij ook nog eens in een team speelt waar maar 31 teamgeest is, krijgt hij min 21 op alles. Oh mijn god, wat een slechte kaart is het nu. Dat is ook waarom sommige mensen altijd Neymar als LV op 7 teamgeest in de spits zetten. Want als hij dan ook nog eens een huntenkaartje heeft, ja, dan heeft hij toch al bijna maximale boost voor pace. En ook zijn schieten is goed genoeg. Dus dat maakt de mensen niet zo heel veel uit. Nu maakt het dus niet uit, want nu krijgt hij altijd wat hier staat. En als je hem op centerback zet, op linksachter, waar dan ook, krijgt hij gewoon dit. Wat wil EA hiermee bereiken? Dat je dus wat gevarieerdere teams krijgt. Dat spelers uit minder populaire competities wat meer gebruikt kunnen worden. Tavernier is een goed voorbeeld daarvan. Want toen hij deze 84 weet het inform kreeg,
Dus was het de eerste week van FIFA. En kon je hem eigenlijk, omdat hij in een Schotse competitie speelt waar niet heel veel goede spelers zitten, alleen gebruiken als je Engelse spelers om hem heen had. Die zullen allemaal wat duurder worden en wat populairder worden. En waarom is dat weer gunstig voor EA? Als er nu een slecht team of the week is met geen populaire spelers, maar bijvoorbeeld wel zo'n Tavernier-kaart of een goede eredivisiekaart, een goede Pro League-kaart die lastiger in teams te krijgen zijn, zullen die wat populairder worden omdat ze nu makkelijker in teams te krijgen zijn. Dus zullen meer mensen het de moeite waard vinden om FIFA te spelen of de moeite waard vinden om packs te openen. Want de kans dat jij een goede speler krijgt die duurder is groter. Dat is de verwachting in ieder geval. Het kan natuurlijk altijd anders zijn als FIFA 23 straks uit is. Hoe werkt het dan dat ze makkelijker in teams te krijgen zijn? Door middel van dit systeem, zoals ik net al zei. Spelers kunnen 3 diamantjes krijgen. In totaal kan er 33 diamantjes over het hele team vinden. En hoe kan je ze dan linken? Ook daarvoor gaan we weer naar FUTBIN, want die heeft al een FIFA 23 squad builder. Laten we Eredivisie spelers als voorbeeld nemen. Eredivisie had een aantal goede Team of the Season kaarten. We hebben hier Tadic, we typen hier in Timber, we typen hier in Anthony. You have the face that you are Ajax supporters. Anyway. Zij krijgen nu 2 diamantjes. Ze krijgen namelijk een diamantje omdat zij voldoen aan deze voorwaarden, namelijk 2 Ajax spelers hebben. En ze krijgen een diamantje omdat ze voldoen aan deze voorwaarden, 3 Eredivisie spelers. Hoe kan je dit laatste diamantje dan compleet maken door 1 van deze boxjes verder in te vullen? Dat kan zijn door een nieuwe Ajax speler in te vullen. Daily Blind, ik weet niet waarom je die zou gebruiken, maar die vullen we in. Bam, iedereen 3 diamantjes. Het zou ook kunnen door nog 2 andere Eredivisie spelers in te vullen, zoals Cody Gakpo of Max. Gakpo telt niet, omdat hij dus een verkeerde positie had. Sangaré zou wel kunnen, want dat is een CVM, maar die heeft een positie waarin hij ook CM kan spelen. En nu heeft iedereen dus 3 diamantjes, omdat ze voldoen aan deze voorwaarden, aan deze voorwaarden, aan deze voorwaarden of aan deze voorwaarden. Je kan het ook dus anders gaan doen. Nu heeft iedereen weer 2 diamantjes, omdat ik die weg heb gehaald. Tadic is een Servische speler, dus Milinkovic Savic, Servische speler, hij heeft er 3. Dan doen we Vlahovic erbij om Milinkovic Savic weer eentje te geven zo. En Danilo erbij, die er nu ook 3 heeft. Want Danilo is Braziliaans, dus Anthony heeft er 1. Milinkovic Savic heeft er 2, omdat hij ook nog 3 Serie A spelers heeft. En omdat hij dus Servische spelers heeft. En Danilo heeft er 3, omdat hij 3 Serie A spelers heeft, 2 Braziliaanse spelers en een speler van Juventus. Wat? En zo kan je dus makkelijker verschillende teams maken. Ik denk persoonlijk dat het niet heel veel gaat uitmaken of je nou 3 diamantjes hebt of 2 diamantjes. Ik denk dat de boost bij 3 diamantjes te vergelijken is bij wat je nu krijgt met 10 teamgeest. Dus Lukaku plus 10 en plus 5. Dat 2 diamantjes dan plus 8 is. En 1 diamantje plus 6. Het liefst heb je natuurlijk 3 diamantjes, maar dat is een overweging die je nu voor jezelf kan maken. Het tweede wat veranderd is, is de position modifier. Elke speler heeft een favoriete positie. Mbappé is een spits, maar bijna elke speler heeft ook secundaire posities die je kan hanteren. Hier zie je Heung-min Son. Hij is een linksmidden, maar hij kan ook op CF spelen en op LW. In dat opzicht verandert er niet zo heel veel ten opzichte van vorig jaar, want toen kon je hem ook een linksbuiten maken. Alleen je kon hem op geen mogelijkheid CF maken. Je kon wel een LF van hem maken en hem dan op CF zetten met 7 teamgeest, maar LF is nu helemaal uit de game. Dat betekent dus dat je niet meer voor je teamgeest van je centraal verdedigende middenvelder een spits hoeft te maken, omdat het dan beter past, want dat hele systeem is eruit. En nu kan je gewoon kijken naar andere posities. Mbappé heeft dus een spitspositie of een LW-positie. En dan kan hij daar staan. Messi heeft denk ik RW of CF. RM zou ook nog kunnen. Spits kan ook. Super chill. En dan heb je Neymar die hier LW, LM of CAM kan. En dit is dan een probleem. Want als hij CAM is, dan kan hij dus niet op CM staan. Want ondanks dat het in de vorige FIFA's maar een klein verschil van positie was, kan dat nu dus niet. Dus dan moet je je formatie aanpassen naar 4-3-4. En dan kan het weer wel. En als je dan een andere speler erbij wil hebben, zoals Müller. Ik weet niet waarom je dat zou willen, die CAM is. Dan kan hij dus niet op CAM, maar dan kan hij ook niet op RM en ook niet op CF. Dus dan speel je niet naar zijn maximale positie. Tenzij je dan weer een formatie weet te vinden waarin het wel kan. Dus bijvoorbeeld 4-2-2-2, want dan maak je van Mbappé weer een spits. Dan kan Müller op CAM en dan kan Neymar op CAM. En dan klopt het weer helemaal. Flink puzzelen, meer mogelijkheden, meer verschillende teams. Maar als ik heel eerlijk ben, zou je waarschijnlijk al snel zien dat 1 team het allerbeste is. En hebben alle e-sporters en mensen die niet zo goed zijn, maar er wel naar streven, weer een doel voor ogen waar ze naartoe gaan. En dan zal je alleen maar van die teams zien. Belangrijkste is dus dat je dit snapt. Dit heb je heel snel door. Wat verder nieuw is, is crossplay. Ik vraag me af of dat goed gaat zijn, want vaak zijn de servers al best wel traag. We weten waarschijnlijk dat het slecht gaat worden. Verder, ja, customization, World Cup. Best leuk. Normaal gesproken is de World Cup in de zomer, dus dan moet je heel lang wachten op een promo. Nu wordt de game gereleased eind september, begin oktober. Dan begint de World Cup begin november, half november. Is dat afgelopen eind december en heb je Team of the Year, dat begint in januari. Leuke eerste maanden voor de boeg. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik, want ik ben dat zeer zeker. Vergeet niet om te abonneren. Heel bedankt voor het kijken het afgelopen jaar naar de FIFA-video's en ik check jullie later. Joejoe!